Wij zijn in Kranenburg gelegen tussen Vorden en Ruurlo bij het Heilige Beeldenmuseum. Het museum is ondergebracht in de voormalige Antonius van Padua-kerk. Het kerkgebouw is gebouwd vanaf 1855, toen het weer mogelijk was om in Nederland katholieke kerken te bouwen. De bouw werd mogelijk gemaakt dankzij een gullegift van de adellijke familie van Dort tot Mettler, die ook is afgebeeld in de glas-in-loodramen achterop het priesterkoor van de kerk. Het Heilige Beeldenmuseum is in het bezit van meer dan 2000 heilige beelden in allerlei soorten en maten. Ze zijn afkomstig van particulieren, van kloosters die inmiddels gesloten zijn en ook van kerken. Wij laten in ons museum niet alleen het materieel religieus erfgoed zien, maar wij kunnen ook de verhalen vertellen over het immaterieel religieus erfgoed. Deze verhalen zijn vandaag de dag nog heel belangrijk, zowel voor oud als jong, om te laten zien dat mensen die altijd oog hebben gehad voor een ander nog steeds een grote rol kunnen spelen, ook in de hedendaagse tijd.